Welkom bij deze zesde jaarbijeenkomst van de Goldsmeding Foundation. Een bijeenkomst waarin wij samenkomen met onze projectpartners, hun communicatiemedewerkers, co-financiers en diverse andere relaties die nauw bij onze foundation betrokken zijn. Het thema wat we vandaag centraal stellen is van inzicht naar impact, samen werken aan een betere wereld. En dat we daar samen niet stil hebben gezeten, mogen duidelijk zijn. Inmiddels staat de teller van onze projectportefeuille op 30 projecten. En daarvan zijn er in 2020 maar liefst 12 nieuw gestart. Vandaar ook een heel warm welkom aan onze nieuwe projectpartners, nieuwe relaties, die vandaag deze jaarbijeenkomst voor het allereerst bijwonen. Graag willen we u vragen om vandaag actief mee te doen. Dat kan middels het stellen van vragen in de Q&A-module die u in uw Zoom-scherm vindt. Mijn collega's achter de schermen zullen deze vragen bijhouden. Waar de tijd zich daarvoor leent, deze meegeven aan onze tafelgasten. Dan wel vasthouden voor mijn gesprek aan het einde van deze bijeenkomst met het bestuur. En mocht uw vraag onverhoopt aan het einde nog niet aan de beurt zijn geweest, dan zullen we daar een antwoord op geven in onze communicatie achteraf. En voordat we nu de inhoud ingaan, kijk ik heel graag samen met u naar een video waarin onze oprichter Frits Goldsmeding en onze bestuursvoorzitter Aart-Jan de Geus stilstaan bij met welk doel onze foundation is opgericht en waar we heden ten dagen staan. Kijkt u met mij mee. Ik heb natuurlijk wel aardig wat bij elkaar gespaard, maar dat is niet van jezelf. Dus dat moet je terug proberen te geven. En vandaar dat we deze stichting opgericht hebben. Een project wat ik dan mens, werk en economie noem. Het is het middel om een aantal dingen te doen die ik gaarne aan de maatschappij wil teruggeven. Wat wij gaan doen en hoe je het ook wil noemen, maar het moet maatschappelijke impact hebben, maar ook wetenschappelijk verantwoord zijn. En ik hoop dat dat niet alleen bij ons blijft, maar dat dat overal zijn ingang weet te krijgen. Wij zetten ons in voor de missie die Frits Goldsmeding ons meegegeven heeft. Een betere wereld. Een wereld waarin mensen denken en handelen in het belang van de ander en niet alleen in dat van zichzelf. Frits heeft daarbij het oog op de wereld van mens, werk en economie. Dus dat is ons werkterrein. En in dat werkterrein hebben wij drie programma's geformuleerd. Eén houdt zich bezig met een inclusieve arbeidsmarkt. Het tweede houdt zich bezig met de transitie naar een circulaire economie en wat dat betekent voor de wereld van werk. En het derde programma houdt zich bezig met een menswaardige samenleving. Wat is er nodig, ook in het belang van toekomstige generaties, om nu al te veranderen? Ja, we doen dat eigenlijk met een combinatie van praktijkprojecten en wetenschappelijk onderzoek. Dus je zou ons een soort ondernemers in het publieke domein kunnen noemen. Wij vallen in de categorie, op zijn Engels, active philanthropy. En dat houdt in dat we met onze gelden niet alleen een project mogelijk maken, maar dat we daarmee ook een doel nastreven. En dat we die projecten ook begeleiden met onze kennis, met ons netwerk, eventueel met ondersteuning en communicatie. Dus we proberen echt een partnership aan te gaan met de partijen die we financieren. Ja, er lopen nu zo'n 30 verschillende projecten. En daarvan willen we kijken wat werkt en wat werkt niet. We gaan echt wat meer vanuit die inzichten naar de praktijk en opschalen wat groter mag worden. Samen werken we aan een betere wereld. En die betere wereld vertalen we bij de Goldsmeding Foundation door als een wereld waarin mens, werk en economie met elkaar in balans zijn en elkaar versterken. En we zijn natuurlijk niet de enigen die werken aan een betere wereld. Gelukkig niet. En dat is dan ook het bruggetje wat ik graag wil maken naar onze eerste gast van vandaag, onze keynote. Hierbij wil ik mijn collega Birgitta Kramer vragen om hem te introduceren en na de keynote ook de Q&A met hem te faciliteren. Dank je wel, Marielle. Ja, we zijn ontzettend vereerd om vandaag met jullie een keynote te doen, maar we vragen jullie wel om over te schakelen naar het Engels. Because indeed, English was the original language in which the Vision 2050 that we will be speaking of today
was written. We are very excited to introduce none other than Peter Bakker, who is the CEO of the World Business Council on Sustainable Development. He joins us from Geneva. The WBCSD is the international organization which unites more than 200 multinationals who strive to accelerate the transition towards a sustainable way of working. It is CEO-led and has powerful stances on many important issues, some of which we will be speaking of today. So Peter joined the council in 2012, more than quite 10 years ago, but he has transformed the company that he was with, TNT, now known as PostNL, to be a circular and sustainable trailblazer. Indeed, he has inspired so many CEOs, managers, and professionals like myself to really focus on what matters and to measure what matters, not just the financial elements, but also the social and environmental performance. He will be taking us on a journey, the Vision 2050, Time to Transform. And he will show us how he has moved mountains in his way of being the CEO of the World Business Council. He has united value chains and has implemented changes for the multinationals that he represents as they face increasing complex challenges in the way they do business. So again, we are so honored to have him with us today. Peter, the floor is yours. Thanks so much, Brigitte, and hello, everybody. The honor is completely mine to be part of this impressive gathering, even though I assume you're also all virtually meeting like myself. Sorry I can't be in the Netherlands. I miss it. I haven't been for so long, but it's very, very good to be with you. So I'll talk about Vision 2050, Time to Transform, the need to really think at system level about the changes that the world needs. You know me, that was said enough about me. WBCSD brings together 200 of the leading companies in the world. You can look if your logos are on the page, and if not, we're open to have more companies join. The message is quite stark. You know, business as usual is dead. It's economically more and more risky, environmentally outright stupid, socially more and more unacceptable, and legally getting very, very dangerous, as was illustrated to one of our members in the Netherlands last week. So the time is changing. The expectations on business and business leaders is really now shifting towards being part of the solution. Sustainability has become a rather complex terrain, if I'm honest. You know, we have the SDGs, the Sustainable Development Goals, with 17 goals, 169 targets, but it's too complex. So what we have argued in Vision 2050, there are three global challenges that we must now all address in the next decade, i.e. in the coming 9 or so years. First, climate emergency. We no longer talk about climate change. It is an emergency. Second, mounting inequality. And thirdly, nature in crisis, or for the techies amongst us, biodiversity loss. Climate emergency, just to illustrate that, the world can continue to emit the emissions we are emitting today for 8 more years, and then we need to switch everything off if we want to stay below 1.5 degrees of warming. And 1.5 degrees of warming has been mentioned by science as the boundary for the safe operating space for humanity. And I'm talking English, and I apologize, we'll switch to Dutch in the Q&A, but safe operating space for humanity is really as stark as the warning now is. Nature in crisis has to do with the enormous rate at which we're losing species, not realizing well enough that more than 50% of the world GDP is directly dependent on the services that nature provides us. And mounting inequality is an uncomfortable bedfellow for many people in business. You know, it used to be a conversation between the rich and the poor countries, but now in COVID, we've seen that inequality has really also struck inside the well-off countries. So this is a topic, and given the agenda of the Goldsmeding Foundation, one that I
expect is close to your heart. So we're starting a piece of work called Equity Action. What can business actually do? Too many details to go through in the 12 minutes that I'm having, but you can see there's loads of areas that business must begin to focus on. What is the role that business can play when it comes to dealing with ungelijkheid? We know there are good global agreements in place. The Paris Agreement wants us to stay below 1.5 degrees, the Sustainable Development Goals. But these big global agreements are not easily made actionable. And that's why in WBCSD, we've created what is called Vision 2050, Time to Transform. You can download all this material. It's freely available to all on timetotransform.biz, but you'll find reports like the one projected behind me. What we're saying is we have these three global challenges: climate emergency, nature loss, mounting inequality, and we have a vision for 2050. We'll be with more than 9 billion people by then. We want all people to live well, and together we should stay within the planetary boundaries, i.e. the carrying capacity of our planet. People living well means, you know, we need to respect the rights and dignity of everyone. We need to ensure that basic needs are met, and we need to provide equal opportunities for all. So why do we talk about system transformation? Well, it's quite obvious. If on the far left of this slide, you see the three challenges, on the far right, you see the 9+ billion people living well within planetary boundaries vision, then you can understand we need drastic change. And so in this Vision 2050, for the first time, we've really dug deep on how do systems actually change? And obviously, from our perspective, what is the role of business in making these changes happen? Well, systems are always, you know, open to macro trends, to innovations happening. And then there's a bunch of drivers that will change this. It can be innovation, it can be the way we allocate our capital, it can be the consumption behavior by the individuals who buy our products, or it can be the regulators, the policymakers that are around us. But we now need to make sure that we transform systems to achieve the vision and obviously deal with these big global challenges that are out there. So business has a simple function in society. It provides products and it provides services to society. So what we've done in Vision 2050, we've taken some of the most impactful products and services that business provides. As you can see on this slide, 9 have been selected, ranging from energy, transport, living spaces, all the way down to food. And for each of these pathways, for each of these product categories, we've designed what is the vision, what are the transitions we need to go through, and most importantly, what is the action that business needs to implement in the coming decade. So to give you the 9 examples, here you can see the visions for each of those pathways. So a sustainable energy system providing reliable and affordable net zero carbon energy for all is one of the visions, 9 for all, and again, pathways behind them. So depending on which business or which category of products you're interested in Vision 2050, you will see what an actionable agenda for the coming 10 years could look like for your organization. Obviously, we need to make sure that all these transitions add up to the Sustainable Development Goals. That's the framework that the world has embraced, that the United Nations has put in front of us, and that we need to deliver by 2030. So in each of these pathways, we've mapped which of the SDGs will be touched by this particular transition. And if you see down the page, every SDG will be covered if and when business transforms each of these products, services, business models that are out there. So this is a relatively left-brain approach. We have a problem, we have a vision, we have 9 ways to get from A to B, and now the engineers can work out the technologies and the innovations that will get us there. But we believe that's not enough. We need more. We need not only new solutions, we need a new way of thinking as well. And that has been summarized on this page. Fundamentally, every leader in business, and I would argue every leader in society, has to take 3 new mindsets. First, we need to reinvent capitalism.
Second, we need to build resilience into our business models. And thirdly, we need to have a regenerative mindset. Reinventing capitalism is by far the most important of this. We cannot expect the world to become sustainable if all we do is optimize the financial performance of business. We need to realize that business not only uses financial capital, but social capital and natural capital as well. And those need to be included in the way we think about business performance, capital allocation, and valuation models, reinventing capitalism. There's lots happening in this space, as I'm sure you're aware. You know, the governance models are changing. TCFD will become mandatory. Investors, you know, many of the Dutch pension funds are actually leading this conversation, are beginning to ask much better questions. The requirement to change the reporting of companies around ESG is stepping up, and accounting rules will soon be putting in. So in summary, if we change capitalism, that will accelerate the move to a sustainable world faster than anything else. And business has to realize that it cannot make these transformations alone. There's a lot a company can do, there's more a value chain can do, but we need to work together with entrepreneurs, with researchers to find new innovations and solutions. We need to work closely together with financiers to find the ways to get the capital to where the more sustainable solutions are. We need to constantly think about how do we change the behavior of consumers in a way that the choices that people make are more sustainable. And last but certainly not least, we need to work closely together with governments to put in place regulation that will accelerate the change to sustainability instead of slow it down. So this is it. This is a question of leadership. You know, I'm, like I said, really honored to be invited in your session this afternoon. I think people, work, and economy is a great theme, has many touch points with the Vision 2050. And it would be an honor to continue to work with you to see where we can jointly pull forces and really make the transformations now happen. Because the message in Vision 2050 is very clear. This is the decade of action. This is when we have to do it. It's not something that needs to happen by 2050. It has to happen now. And we are all change agents for it. It is time to transform. Thank you very much. Wow, thank you so much, Peter, for this inspiring keynote introduction into the Vision 2050. You've shown us what system transformation is, which is indeed also on the topic of discussion today. So thank you for that. Because we are both Dutch nationals, we can switch to Dutch. Ik hoop dat we dat allemaal kunnen volgen. En helemaal geen probleem als daar af en toe nog wat Engelse woorden in zitten. Ook voor het publiek, jullie kunnen nog je vragen stellen. Ik zie al wat binnenkomen, dus heel erg bedankt. Ze kunnen misschien niet alle vragen beantwoorden, maar we gaan ons best doen. Allereerst, ik vind het ontzettend inspirerend dat jullie erin zijn geslaagd om een lange termijn perspectief naar 2050 te stellen. Kan je ons wat meer vertellen over hoe jullie dat binnen de World Business Council hebben kunnen doen? Om al die multinationals mee te krijgen op dat lange termijn perspectief. Ja, wij hadden in 2010, dus zeg maar even 11 jaar geleden, hadden we al eens een visie 2050 gepubliceerd. Toen we daar 2 jaar geleden weer naar keken, kwamen we eigenlijk tot de conclusie, er is wel heel veel aan het veranderen in de wereld. Die grote uitdagingen, klimaat, natuur, ongelijkheid, die zijn echt veel urgenter geworden dan ze 10 jaar geleden al waren. Technologie speelt een compleet andere rol in de maatschappij vandaag dan het 10 jaar geleden deed. Dus we hebben gezegd, het is echt tijd dat we er opnieuw naar kijken. Toen kwamen we tot de conclusie dat als je nu in de wereld van de duurzaamheid rondpraat, dan heeft iedereen het over systeemtransformatie. Maar als je een beetje rondvraagt, joh, wat is dat eigenlijk, systeemtransformatie? Hoe doe je dat? Dan zijn er niet heel veel mensen die daar een echt sluitend antwoord op hebben. Dus dan hebben we gezegd, nou, daar zouden we eigenlijk eens wat werk aan moeten doen. Dus we hebben veel experts, wetenschappers bij elkaar gebracht. In totaal
Meer dan 40 bedrijven hebben hier 2 jaar met ons aan gewerkt. Dus we zijn in alle boardrooms geweest. We hebben de beste experts geprobeerd aan te trekken. We hadden een hele goede externe advisory board die erop meekeek. Dus ja, dat is een beetje het proces geweest. Geweldig. Nou, de noodzaak om die systeemverandering goed te begrijpen. Hè? En het is ook een nieuwe manier van denken. Een nieuwe manier van handelen. Je noemde mindset change. En het voelt soms ook een beetje als simultaan schaken. Want er zijn zoveel verschillende posities te nemen en verschillende veranderingen door te maken. Wat vergt dat van onze manier van werken? Nou, het vergt op de eerste plaats dat je, dat is althans onze overtuiging, dat je wel moet proberen te focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Kijk, je kunt jezelf in duurzaamheid verliezen in ongelooflijk veel aspecten, ongelooflijk veel belangrijke details, maar het zijn wel details. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, laten we nou zeker zijn dat we klimaat, biodiversity en ongelijkheid, dat we die als eerste echt onder de knie krijgen. Want dat zijn heel urgente issues. En daar is de tijd die we hebben om daar tot correcties te komen, die is gewoon nog maar heel kort. Als we onder 1,5 graad, ik zei het al, willen blijven, hebben we nog 8 jaar van wat we nu doen. Nou, dat betekent wel dat je vandaag vrij schokkend moet gaan veranderen. Ik denk wat nieuw is, en dat hebben we in die visie deze keer proberen duidelijk te maken, dat waar je 10 jaar geleden je nog heel druk over alleen klimaat of alleen ongelijkheid kon maken, je nu niet meer tot oplossingen kunt komen als je niet al die 3 dingen aan elkaar verbindt. Want we weten dat klimaat een directe impact heeft op ongelijkheid. De mensen die het armst zijn, zullen het hardst getroffen worden. Je ziet het nu ook met de COVID-pandemic. De armste gebieden hebben de grootste problemen om die ziekte onder de controle te krijgen of aan vaccins te komen. Vaccinatie te komen is waarschijnlijk het Nederlandse woord. Maar dat is waar systeemdenken nu echt nodig is. Dat is complex. Dat zien we ook. En vandaar dat we er zo op hameren dat alleen een ingenieur aan het werk zetten om een nieuwe motor voor een auto uit te vinden is niet meer goed genoeg. We moeten echt op een nieuwe manier over dingen gaan nadenken. We moeten het kapitalistische systeem op een nieuwe manier inrichten. Dat we op een andere manier gaan meten welke voortgang we maken, anders dan in dollars en centen. Geweldig, oké. Okay. Ik wil een vraag uit het publiek aan je voorstellen. En ik, als het goed is, voor degene die het hebben gevraagd, wil ik hem combineren. Leendert Bos en Leen Papen hebben een vraag gesteld. Leendert Bos is van Cedris en Leen Papen een zeer bekende hoogleraar bij Nijrode. Leendert vraagt, wat zijn nou de milestones voor de komende 2 tot 5 jaar? Hè? 2050 is een lange termijn. Hoe zorgen we nou dat op korte termijn ook gevraagd wordt? En in combinatie, Leen Papen vraagt, hoe krijgen we nou die broodnodige versnelling nu aangebracht? Heb je daar ideeën over? Ja, heel, heel helder. De komende 2 jaar moeten alle bedrijven in de wereld, die moeten een net zero target veel eerder dan 2050 hebben gezet. Binnen 2 jaar zullen we ook weten wat de science-based targets, dus de wetenschapsgebaseerde doelstellingen voor natuur, zijn in het bedrijfsleven. Voor ongelijkheid hebben we iets meer tijd nodig, maar dat zullen we in 3 tot 4 jaar ook al onder de knie hebben. Dus stel duidelijke doelstellingen op bedrijfsniveau, op value chain niveau en richt vervolgens operationele plannen in om die doelstellingen te gaan behalen. De versnelling die gaat komen, en dat weet Leen ook heel goed, maar het gaat nu echt gebeuren, Leen, ik beloof het je. Ik heb in 2012 heb ik een speech gehouden waarin ik zei, the accountants will save the world. Nou, dat moment is nu eindelijk daar. Later dit jaar in november hebben we de COP26, grote klimaatonderhandelingen, die in Glasgow zullen worden gehouden. En daar zal de IFRS, zeg maar de internationale accountingregelsteller, die zal de ISSB lanceren, het International Sustainability Standards Board. Die gaan de accountingregels voor ESG, voor Environmental, Social and Governance Performance, opzetten. En daarmee zal ieder bedrijf gedwongen worden om net als zijn financiële boekhouding volgens accountingregels ook zijn niet-financiële boekhouding te gaan inrichten volgens standaardregels. Daarmee wordt de performance van elk bedrijf vergelijkbaar met dat van anderen. En dan kan de kapitaalmarkt gaan drukken naar de bedrijven die het goed doen. En dan zul je gaan zien krijgen een enorme versnelling.
Geweldig, oké. Okay. Nou, we naderen al het eind. Ik zou graag nog willen toevoegen dat er een prachtige vragen ook komen van Giuseppe van der Helm, voormalig VBDO-directeur die jullie kent, en die ons nu helpt met leren voor morgen in het onderwijs. Ik kom meneer deze vraag graag met mijn laatste vraag. Want de boodschap van Giuseppe was: wat kunnen we de jonge mensen meegeven in het onderwijs? En hopelijk kan jij ons ook nu, richting de afsluiting van deze keynote, ons een boodschap meegeven. Waar kunnen we het vandaag over hebben? Wat is de boodschap die je ons mee wil geven, gericht op systeemverandering en inderdaad dat leven lang ontwikkelen? Hoe ontwikkelen we ons persoonlijk in die veranderende wereld? Ja, weet je, het gevaar van speeches zoals ik ze regelmatig mag houden is dat je maar praat over wat gaan we doen om de wereld te redden. Maar we moeten toch echt beginnen bij wat ga jij vandaag doen om het anders te maken. En dat heeft wat mij betreft vooral betrekking ook op jonge mensen, kinderen die nu in het onderwijs zitten. We moeten die kinderen bij gaan brengen wat is goed en gezond voedsel voor jezelf, maar ook voor de planeet. Hoe heeft jouw levenskeuze, hoe hebben die impact op de planeet, op sociale structuren die we hebben. Dus we moeten het niet alleen groot maken en over systeemverandering praten, we moeten het heel erg eigen maken en zeggen: wat ga ik vandaag veranderen? En ik worstel daar elke dag mee. Ik ben de man die duurzaamheidspraatjes hou, maar elke dag maak ik keuzes van: oké, ik zou eigenlijk geen vlees moeten eten. Lukt dat vandaag? Ik zou een elektrische auto moeten rijden of zelfs op de fiets moeten gaan. Lukt me dat vandaag? En dat moeten we, iedereen moet dat eigen maken. Het is niet een of ander academisch iets, de ingenieur van een groot bedrijf verandert iets en dan zijn we allemaal klaar. Nee, het gaat pas lukken. Volgens mij was dat in Nederland een campagne, Postbus 51 heette dat toen ik daar nog was, waarin gezegd wordt: verander de wereld, begin bij jezelf. En dat is volgens mij nog steeds een heel erg juist standpunt. Nou, we moeten helaas afronden. We zullen zorgen dat de andere vragen misschien ook gesteld kunnen worden. Dank je wel. Je hebt ons laten zien dat als we samenwerken, onszelf blijven ontwikkelen, maar ook het systeem transformeren, dat we inderdaad die betere wereld bereiken. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage vandaag. Terug naar Marielle. Dank je wel, Peter Bakker en Birgitta. Ja, dat systeemverandering, systeemdenken, maar ook jezelf continu ontwikkelen en zelf een bijdrage leveren enorm van belang zijn als het gaat om transitie. Dat is wel duidelijk geworden uit deze keynote. En dank ook voor al uw vragen. Deze twee onderwerpen, dus systeemverandering en een leven lang ontwikkelen, staan dan ook centraal in het volgende onderdeel van deze jaarbijeenkomst. In dit onderdeel gaan mijn collega's Peter Brouwer en Suzanne Ekel in gesprek met mensen die precies op het snijvlak van inzicht naar impact werkzaam zijn. Zodat we een beeld krijgen van hoe onze projecten uiteindelijk in de praktijk bewaarheid worden en daadwerkelijk bijdragen aan die impact. Of kunnen bijdragen aan die impact. Peter, mag ik jou het woord geven om het eerste onderwerp, systeemverandering, te introduceren? Ja, dankjewel Marielle. Goedemiddag. Bij de Goldsmeding Foundation werken we met al onze partners aan een betere wereld. We hebben het dan over uitdagende veranderingen voor de langere termijn. En dat type uitdagingen vraagt natuurlijk om grote veranderingen in hoe zaken georganiseerd zijn en hoe we de dingen doen. En we spreken dan ook vanmiddag over systeemveranderingen. Dat klinkt en dat is, dat hebben we net ook van Peter Bakker wel gehoord, groot en complex. En tegelijkertijd zien we al heel concrete stappen in projecten en de resultaten die worden opgeleverd. Nou, we hebben vanmiddag drie gasten met wie ik hierover in gesprek ga aan de hand van twee projecten. Staatssecretaris Hans Veilbrief is digitaal aanwezig. Welkom. Met hem spreek ik over belastingprikkels naar aanleiding van het Extex-project. Agnes Klaren, bestuurder bij zorgorganisatie Thebe, is hier om te spreken over het initiatief Het Potentieel Pakken. En tot slot is Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau, aanwezig. Welkom allen. Voordat ik met onze gasten in gesprek ga, kijken we eerst naar een korte video over het Extex-project. De Extex-project doet onderzoek naar de rol van belastingen in de circulaire en inclusieve economie.
Met het project willen we bewerkstelligen dat financiële prikkels in het belastingstelsel worden verlegd, zodat je aan de ene kant de vervuiler laat betalen en de opbrengst wordt gebruikt om de lasten op arbeid omlaag te brengen voor sociale impact. Onze meest recente studie is tot stand gekomen in samenwerking met de Goldschmeding Foundation en met input van belastingexperts van de grote vier belastingkantoren. Het rapport bevat niet alleen een roadmap die heel helder laat zien hoe de tax shift geïmplementeerd kan worden, maar ook een doorrekening door Cambridge Econometrics die laat zien wat de gevolgen zijn voor de economie en de werkgelegenheid bijvoorbeeld. En dan zie je dat de tax shift leidt tot meer banen, veel minder CO2-uitstoot, besparing op het gebied van fossiele brandstoffen, maar ook zelfs grotere economische groei dan in het basispad. We hopen te bereiken dat door dit project in Nederland en de EU de tax shift definitief in gang wordt gezet. Ik ben er het meest trots op dat het lukt om voor zo'n complex onderwerp steeds meer organisaties en grote bedrijven mee te krijgen. De vraag is eigenlijk inmiddels niet meer of het moet gebeuren, maar hoe de tax shift gerealiseerd kan worden. Goedemiddag, meneer Veilbrief. Fijn dat u digitaal bij ons aanwezig kunt zijn. Zoals we net in de korte video al even zagen, gaat het X-Tax-project over een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling en het gebruik van grondstoffen. Over fiscale vergroening, die tax shift, wordt al lange tijd gesproken. Wat voegt wat u betreft nu juist dit X-Tax-project toe aan deze discussie? Ja, dankjewel. Fijn om erbij te zijn. Deze prachtige betonnen achtergrond is het ministerie van Financiën. Wat voegt er toe? Ik heb het rapport in ontvangst genomen. Ik dacht begin februari, het was in de winter van Femke. En toen heb ik al gezegd, en dat herhaal ik nu nog een keer. Wat het rapport doet, en dat is interessant, is dat het eigenlijk een hele radicale shift over de hele linie door laat rekenen via dat Cambridge Econometrics. Dus het is niet alleen maar losse, aparte maatregeltjes, maar het is eigenlijk de volledige shift die wordt doorgerekend. Ja, en daar komen dan effecten uit die je eigenlijk ook allemaal wel weet. Namelijk dat het eigenlijk goed voor alles is. Hè. Het is goed voor milieu, voor klimaat, voor van alles. Voor gezondheid. En het is ook niet slecht voor de economie, zoals zo vaak gedacht wordt. Er zijn natuurlijk wel allerlei randvoorwaarden aan. Daar gaan we misschien zo meteen nog wel even over hebben. Internationale samenwerking is er een van die ik zelf heel belangrijk vind. Om dat inderdaad goed te laten lopen. Maar dat is het belang van het rapport. Wat het rapport eigenlijk laat zien. Femke zei het net eigenlijk heel mooi. En ik denk ook dat dat in de formerende gesprekken voor een kabinet ook echt zo gaat. Het gaat er niet meer zozeer om of we dit moeten doen, maar het gaat er veel meer om hoe we dit kunnen doen. En ik denk dat het rapport daar echt aan bijdraagt. Ja, dank u wel. Want, nou ja, u maakt wel het bruggetje ook naar de formatie. Denkt u ook inderdaad dat de tijd nu dan ook echt rijp is om concrete stappen te zetten? En misschien gelijk een beetje aanhakend bij de vraag die net ook al vanuit de kijkers kwam. Wat zijn nou dan hele concrete stappen die we richting bijvoorbeeld 2025 al zouden kunnen en moeten zetten? Nou ja, we hebben natuurlijk al heel veel gedaan. Hè? Dit kabinet heeft veel gedaan aan vergoeding. In een samenstelling die niet per definitie heel progressief was. Of links, of hoe je dat verder wil noemen. Maar heeft veel gedaan. Heeft ook op sommige punten zijn we zelfs vooruitgelopen op Europese bewegingen. Laat ik er één noemen. Ik heb een belasting op vliegtaxen ingevoerd. Dat is eigenlijk al verzonnen door mijn voorganger Menno Snel. En die heb ik uiteindelijk per 1 januari laten ingaan. Een tickettax, zoals dat heet. En daarmee, en dat zei ik al, lopen we eigenlijk vooruit op een Europese ontwikkeling. We willen eigenlijk liever dat in Europa gewoon accijns wordt gegeven op de benzine van vliegtuigen. Dat is eigenlijk de betere oplossing. Dus we zijn zo op al die terreinen zijn we bezig. Je zult in de komende formatie een discussie zien over bijvoorbeeld, willen wij nog grootverbruikers van energie, vaak industrie, willen we die eigenlijk nog wel ontzien qua heffing op de energie die zij gebruiken. Die betalen nu relatief een laag tarief. En wil je dat nog wel? Nou, dat zijn allemaal moeilijke afwegingen die te maken hebben met de industrie. En dat wordt allemaal makkelijker. Ik herhaal nog een keer mijn punt. Als we dat in Europa kunnen coördineren, dan zijn die verschuivingseffecten veel kleiner. Maar het korte antwoord is, dit kabinet heeft al veel gedaan. En ik denk dat in de formatie die lijn wordt doorgezet. Het is ook wel echt goed nieuws dat op het terrein van vergoeding je eigenlijk van links naar rechts toch veel overeenstemming ziet. En het vooral gaat over hoe en maatvoering. Ja, daar kun je altijd over praten in de politiek, maar niet meer zozeer over, is dit eigenlijk de goede richting? Nee, en u refereert al terecht natuurlijk aan
de verandering naar een circulaire economie, dat kan je niet als Nederland alleen doen. Dus de internationale dimensie die is hier ook heel relevant. Nou, is Nederland dan ook echt een koploper binnen Europa? En kunnen wij ook het voorbeeld zijn? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk niet dat wij nu een koploper zijn. Maar laat ik een voorbeeld geven. We hebben een exportkredietverzekering. Dat is een belangrijk instrument waarmee we transacties verzekeren die moeilijk op de markt verzekerbaar zijn. Als je als exporterend bedrijf een order doet naar een wat moeilijker land of een groot order, dat heet exportkredietverzekering. Daar verzekeren wij nu nog ook grijze, bruine transacties, dus die te maken hebben met fossiele energieprojecten in. Je ziet internationaal de ontwikkeling dat er gewerkt wordt aan een manier om te zorgen dat we langzamerhand van die grijze en bruine projecten afkomen in die exportkredietverzekering. En daarmee worden die projecten minder interessant en zal men meer naar schone projecten gaan schakelen. Als wij dat in ons eentje doen, ja, betekent natuurlijk gewoon simpelweg dat het project dan niet door een Nederlands bedrijf wordt gedaan, maar door een buitenlands bedrijf. En wat echt bemoedigend is, is dat er ook dit terrein, bijvoorbeeld heb ik 1 of 2 maanden geleden een soort convenant ondertekend met 6 landen, waaronder Frankrijk en Engeland, grote landen, Duitsland ook, om te gaan vergroenen in die exportkredietverzekering. Dus je ziet echt daar een beweging. Maar ik zou niet zeggen dat Nederland daar nou voorop loopt. Dat willen wij altijd graag dat wij voorop lopen, maar dat doen we niet echt hoor. We kunnen daar echt op veel terreinen nog wel wat leren van anderen. Ja, maar goed, in ieder geval goed te horen dat er stappen gezet worden, zowel door Nederland en in die internationale context. Hartelijk dank voor uw bijdrage, meneer Veilbrief. We gaan nu ook verder naar Agnes Klaren, bestuurder bij zorgorganisatie Thebe, zei ik net al eventjes. Thebe was een van de Living Labs in het initiatief Het Potentieel Pakken. En we hebben ook een korte video waarin Wieteke Graven dit initiatief kort toelicht. Met ons initiatief Contractuitbreiding in de Zorg proberen we grotere contracten binnen de zorgsector te realiseren met het oog personeelstekorten terug te brengen en de economische zelfstandigheid van vrouwelijke zorgmedewerkers te verbeteren. Dit doen we door middel van intensieve trajecten samen met zorginstellingen waarin we gedurende 6 maanden samen aan de slag gaan met het thema contractuitbreiding. Onze resultaten tot nu toe laten niet alleen daadwerkelijke grotere contracten zien, maar ook een toegenomen bewustwording over het thema onder zorgmedewerkers en een verbeterde samenwerking tussen alle betrokken partijen binnen een zorgorganisatie. Onze beoogde impact is om uiteindelijk de vanzelfsprekendheid van kleine deeltijdbanen in de zorgsector weg te nemen, zowel bij werkgevers als bij werknemers. Waar ik het meest trots op ben is de manier waarop we werken. We denken in mogelijkheden. We zijn altijd op zoek naar wat er wel kan. We bundelen krachten en hebben een kruisbestuiving voor elkaar gekregen tussen zorginstellingen en bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Goedemiddag Agnes, fijn dat jij er bent. Dankjewel. Zorgorganisatie Thebe, misschien goed om nog even kort te introduceren wat Thebe precies is voor de mensen die het misschien niet kennen. Heel kort, Thebe is een ouderenzorgorganisatie in West- en Midden-Brabant. Wij hebben 23 verpleeghuizen in het gebied tussen Breda en Tilburg en leveren in 22 gemeentes wijkverpleging. En dat doen we met 4300 hele gemotiveerde medewerkers en rond de 1600 vrijwillige medewerkers. Nee, we hadden het net al eventjes erover. Hè. Brabant, zorgorganisaties, jullie hebben natuurlijk een flink pittige tijd achter de rug in de coronacrisis. Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie juist ook in deze tijd met zo'n initiatief als Het Potentieel Pakken aan de slag zijn gegaan binnen Thebe? Ja, dat klopt. Wij hebben in de eerste golf eigenlijk ook de echte eerste coronapatiënt in Nederland. Die zat precies in ons werkgebied. Een paar maanden of een paar weken daarvoor hebben wij met Wieteke aangegeven dat we in Het Potentieel Pakken gaan stappen. En juist ook ten tijde van de coronacrisis hebben wij gezegd, we moeten blijvend nadenken over de toekomst van de ouderenzorg. Dus ondanks dat we ontzettend veel crisismanagement hebben gedaan en tijd en energie in corona hebben moeten stoppen, hebben we ook dit project ernaast laten lopen, omdat het ons ook heel veel energie heeft gegeven. En deeltijdwerken in de zorg echt een enorm issue is, gezien de arbeidsmarktproblematiek die we hebben en alle kansen en mogelijkheden die daar nog zijn.
Ja, want als je nou zegt, deeltijd werken in de zorg en tegelijkertijd zorgtekorten. Het klinkt als een vrij logisch 1-2'tje om te zeggen, nou, als mensen nou meer uren werken, dus waarom is dat eerder in de zorg nog niet zo opgepakt? Ja, ja. Ja, van oudsher werken heel veel mensen deeltijd. We hadden het net over hoe hoog staan we in de rankings. In de wereld zijn we grove koploper deeltijdbanen in Nederland. Dus daar zijn we heel goed in. In de zorg heeft ongeveer... zijn gemiddelde contracten van 27 uur per week zijn heel normaal. Ik geloof dat meer dan 50% werkt minder dan 25 uur in de week. Dus veel kleine contracten. En daar zit nog heel veel potentieel. En het rapport wat McKinsey heeft uitgebracht in 2018... Hè, wat liet zien dat als elke zorgmedewerker 1 uur extra in de zorg gaat werken... Nou, dat heeft ons wel heel erg getriggerd. En in beginsel gedacht van, nou, is het nou zo simpel? Maar het heeft ons wel aangezet om met het potentieel pakken enorm aan de gang te gaan. Ja, want dat zal in de praktijk natuurlijk ingewikkelder zijn dan het zo op papier lijkt en klinkt. Dus jullie zijn met het potentieel pakken, met dat initiatief, aan de slag gegaan. Ja. Ja, wat heeft het jullie gebracht? Wat was nou bijvoorbeeld een belangrijk leerpunt voor jullie? Ja, ja. Nou, wat heel belangrijk is we hebben het over systeemveranderingen. Dat is groot en dat is veel. En als je dat richting zorgmedewerkers brengt, nou, die denken, hoe moeten we dat doen, hè, met elkaar? Want het hele systeem moet eigenlijk om, hè, wil je die oude zorg toekomstbestendig houden. Dus wat wij hebben geleerd is het vooral klein en compact te maken, maar wel heel erg actiegericht. En ook echt gericht op resultaten. En het vanuit bestuur in dit geval ontzettend belangrijk vinden. Daardoor ook er tijd voor vrij willen maken. Capaciteit, het prioriteit geven. En op die manier met elkaar toch het anders denken en het anders werken in de organisatie in gang zetten. En dat hebben we op een hele manier kunnen doen, ondersteund door de Stichting Het Potentieel Pakken, die externe mensen in de zorgorganisaties heeft laten kijken. Dus McKinsey is aangehaakt, EY is aangehaakt, CZ, Randstad. Nou, allemaal nog meer van dat soort mooie bedrijven. Die zijn naar ons toegekomen vanuit de stichting. En die hebben met ons meegekeken waar onze heilige huisjes zitten. Waarom wij roosteren zoals we roosteren. Dat doen we al 20 jaar zo. En dat zijn we ook gewend om het op die manier te doen. Maar als je kijkt naar processen of hoe dingen ook anders kunnen, dan zitten daar heel veel mogelijkheden. En hebben we de afgelopen jaar dat we inmiddels bezig zijn met de stichting, nou, ontzettend mooie resultaten en ook hele mooie voorbeelden weten te boeken. Want jullie zijn nu, nou ja, ruim een jaar eigenlijk er al mee bezig. Ja. Het zal niet in een jaar die hele cultuur hebben veranderd. Hoe gaan jullie nu verder? Ja. Zeg maar een beeld voor het komende jaar of jaren? Ja, ja. Nou, we hebben inmiddels het gedachtegoed gaat als het ware in je DNA zitten. Is iets waardoor je echt op een andere manier met elkaar naar roosters gaat kijken. Andere manier gesprekken met elkaar voert. En we hebben nu in totaal 6 locaties van Thebe die door deze cyclus zeg maar heen zijn gegaan. En we hebben nu het dusdanig omarmd dat we hebben gezegd, het is niet meer de vraag of managers mee gaan doen, maar het is meer de vraag wanneer ze mee gaan doen. En dat binnen een tijdsbestek van 1,5 jaar... willen we dat de hele Thebe-organisatie, nou, dit gedachtegoed en deze manier van werken eigen heeft gemaakt. En ik denk dat het ons daarom heel veel gaat brengen. Dat we er heel veel van leren met elkaar. De externe mensen die in de organisatie zijn, die brengen ons echt een andere kijk. En ik geloof dat er daar ook nog een tafel is over onderwijs. Onderwijs is ook zo'n factor, hè, waar heel veel deeltijdbanen zijn. Dus ik vind het ook leuk om erover te vertellen en om het ook uit te dragen. En ik denk ook dat we dat moeten gaan doen met elkaar. Hè. De verzelfsprekendheid van deeltijdbanen. Dat we die op tafel moeten hebben en kijken naar wat er wel kan. En hoe we dat met elkaar toch anders kunnen krijgen. En dan zijn jullie daar binnen Thebe dus heel actief mee bezig. En echt met hele concrete plannen voor de komende 1,5 jaar. Dus, en er zijn nog 3 andere Living Labs al binnen het initiatief van Het Potentieel Pakken. Ja. Maar wat is er volgens u nog meer nodig om uiteindelijk die verandering in de hele sector teweeg te brengen? Kan je dat als werkgever zelf oplossen? Of we hebben het over systeemverandering vanmiddag. Ja, nee, niet alleen. Hè. Dus dat is ook het mooie wat we met Het Potentieel Pakken doen. We doen het echt samen. We leren het ook door het te doen met elkaar. En we zoeken heel erg naar kansen en naar mogelijkheden. Dus ik denk ook dat die andere manier van werken, dat die breder opgepakt zou moeten kunnen worden. Ik denk ook dat het belangrijk is om dit op een politieke agenda weg te gaan zetten. Ouderenzorg in het algemeen, maar zeker ook de arbeidsmarkt en de deeltijdbanen daarbij. En dat het met elkaar een beweging is die we in gang moeten gaan zetten. We hebben echt hele urgente problemen. Groot maatschappelijk debat over hoe die ouderenzorg verder moet. De zorgkloof, het aantal cliënten neemt toe, het aantal medewerkers neemt
af. Ik denk dat dit echt een manier is dat kan gaan helpen om ons richting die toekomst te krijgen. Mooi. Dan wil ik nu graag naar Pieter Hazekamp, ook welkom. We hebben zojuist in Vogelvlucht twee projecten besproken die beide eigenlijk op een verschillende manier bijdragen aan, of willen bijdragen aan die systeemverandering waar we het over hebben. Ex-tax via verschuivingen in belastingprikkels. Het potentieel pakken via het anders omgaan met deeltijdwerk in de zorg. Nou, zitten we hier als directeur van het Centraal Planbureau aan tafel met neem ik aan, een beetje een helikopterview. En als het gaat om systeemverandering lijken er vroeg of laat eigenlijk altijd ook wel aanpassing op het niveau van wet en regelgeving nodig te zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik denk dat beide verhalen laten zien dat je zowel moet kijken naar de rol van de overheid en regelgeving als naar het gedrag van mensen, van bedrijven, van maatschappelijke organisaties. Het systeem is eigenlijk van de samenleving, van ons allemaal. Maar natuurlijk, het is waar, de voorbeelden vanuit het belastingdomein, maar ook als het gaat om deeltijdwerk. Ja, je ziet dat regulering, fiscale prikkels in dit geval, toch vaak het verkeerde gedrag uitlokken. En het zou al heel mooi zijn als het systeem en de regelgeving zo wordt ingericht dat je een beetje de goede kant op wordt geholpen. Ja, want dat is natuurlijk een interactie tussen financiële prikkels en gedrag van mensen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat het thema deeltijdwerken een mooi voorbeeld is. Het fiscale stelsel wat we nu hebben maakt het lastig voor mensen om meer te gaan werken en ontmoedigt meer werken. En dat zit hem in de marginale belastingtarieven. Je krijgt er niet zo heel veel voor terug. Soms ga je er zelfs op achteruit. Het toeslagensysteem, er is ook onzekerheid bij mensen over of ze hun toeslag behouden dan wel kwijtraken als ze meer gaan werken. Maar ook iets als het stelsel van kinderopvang. Als je meer wil gaan werken, dan heb je ook misschien facilitering daaromheen nodig. Dus ja, je moet kijken naar het totaal van prikkels. En wat ik zei, nu werken die prikkels vaak de verkeerde kant op. Dat zie je trouwens ook op het terrein van vergroening en circulaire economie. De grootverbruikers als het gaat om energie betalen een lager tarief dan mensen zoals wij hier aan tafel, de kleinverbruikers. Ja. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk raar. Dus Nederland is vaak goed aan de achterkant dingen weer repareren. Dan geven we weer een subsidie om dat tegen te gaan. Maar eigenlijk zou je aan de voorkant moeten zeggen, ja, laten we zorgen dat die prikkels nou een beetje goed zijn. Want dan hoeven we ook aan de achterkant minder te repareren. Want als ik dan misschien toch even nog terug ga naar achter zetten, herken jij dat ook als je zegt, als mensen binnen de zorg meer uren willen gaan werken, dat die prikkels dan, staan die dan goed aan de voorkant of moet er aan de achterkant wat gerepareerd worden? Soms moet er aan de achterkant wat gerepareerd worden, inderdaad. De stichting heeft een werkurenberekening of meter gemaakt. En waarin zorgmedewerkers heel makkelijk via internet zelf kunnen aangeven van, als ik meer uren wil gaan werken, wat levert mij dat dan op? Nou, dan zie je soms mooie staartjes, maar je ziet soms ook mensen die met allerlei toeslagen inderdaad te maken hebben, waardoor het heel ongunstig is om meer te gaan werken. Ja, dan denk ik, dan hebben we toch echt wel met elkaar de verkeerde prikkels ingebouwd. Hè? Mensen die meer willen gaan werken, maar die vanwege allerlei subsidies of toeslagen, dat eigenlijk helemaal niet gunstig is. Ja. En dat maakt het project ook wel inzichtelijk. En dat zijn ook wel de voorbeelden die we verder aan willen gaan dragen. Om te kijken van, wat kunnen we daar nou ook in gaan betekenen voor elkaar. Ja, want we hebben, als ik nog even terug ga, we hebben vanmiddag dan deze twee projecten. Maar we zijn natuurlijk als Goldsmeding Foundation, hebben die brede blik en dat lange termijn perspectief. Dus als we nou ook de komende jaren nog meer aan die systeemveranderingen willen werken, zijn er dan nog bepaalde tips of algemene aandachtspunten die je mee zou willen geven? Ik denk dat organisaties zoals de Goldsmeding Foundation ook kunnen helpen om te kijken wat nou echt werkt in de praktijk. Hè. Dus vaak ook mijn organisatie, het Centraal Planbureau, wordt beleid natuurlijk bedacht in de studeerkamer. En zeker als het gaat om het fiscale stelsel, dan gaat het gelijk over heel veel en over de samenhang van heel veel zaken. Maar je moet af en toe natuurlijk ook durven kijken projecten zoals als het gaat om deeltijdwerk in de zorg. Van wat kan je nou doen op de werkvloer? Wat werkt daar? Dus gewoon een proof of concept kijken. Je kan het ook experimenten noemen, beleidsexperimenten, kijken wat werkt en wat niet. En ik zou zeggen, welke lessen moet je daarbij hanteren? Probeer het aan de voorkant goed te doen, zodat je niet achteraf hoeft te opereren. Hou het simpel, ook niet te vergeten. In Nederland zijn we toch wel geneigd om
prikkel op prikkel en regelgeving op regelgeving te stapelen. En hou uiteindelijk het doel en de eindgebruiker voor ogen. Dus in de zorg is dat toch de werkende in de zorg, in de relatie met de zorggebruiker, de patiënt of cliënt. Nou, hartstikke bedankt, alle drie, voor jullie aanwezigheid en voor jullie bijdrage. Het is natuurlijk een te groot thema om vanmiddag helemaal te behandelen. Maar voor nu willen we het hier even bij laten voor het thema systeemverandering op deze middag. We gaan door naar ons tweede thema. Dat is een leven lang ontwikkelen. En mijn collega Suzanne Ekel gaat daarover in gesprek met haar tafelgasten. Ja, dankjewel Peter. Ja, onze projectpartners, u dus thuis, werkt dus in 3 programma's van de Foundation aan die betere wereld. Dat is een grote opgave met een lange termijnvisie op systeemverandering. Maar het is ook mensenwerk in een context van een weerbarstige praktijk. Want die betere wereld en die beoogde veranderingen, die moet je in die praktijk toetsen of het werkt. En ook aan de praktijk ontfutselen hoe je daar verder mee kunt komen. Dat vraagt van alle betrokkenen, van u als projectpartner, maar ook misschien wel het meest van de doelgroep van uw projecten, een bereidheid om eigenlijk continu in het nieuwe en onbekende te stappen. En je ook daarin te ontwikkelen. Een leven lang. Want die betere wereld voor die toekomstige generaties, dat is een eindeloze opdracht. Die praktijkervaring op zich levert dus nieuwe inzichten, maar in die praktijk doe je ook nieuwe kennis en vooral vaardigheden op. Eigenlijk bovenop wat je al weet en kent en kan. En daarmee komen we op dat thema van een leven lang ontwikkelen. Vanuit het idee dat je loopbaan eigenlijk 1 grote serie van veranderingen in je werk betreft en soms ook echt ander werk vraagt en brengt. Daar zitten een aantal aspecten aan. Proactiviteit in de eerste plaats, dus het kunnen vooruitkijken en ook nieuwsgierig zijn naar wat er komen gaat. Focus op capaciteiten en niet per se op diploma's, maar wel op kennis, talent, motivatie. Het belang van een leeromgeving met gelijkgestemden aan elkaar kunnen laven en intervisie kunnen kijken hoe je samen iets kunt ontwikkelen. En tot slot ontwikkeling. Continu bezig blijven met groeien, in vaardigheden toenemen, in inzichten je ontwikkelen en bouwen op wat je al hebt en bent. In onze innovatieve praktijkprojecten komt dat concreet in het daglicht. En ik neem u in het komende programmaonderdeel daarom graag mee langs de praktijk van het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en het onderwijs. En we beginnen met het bedrijfsleven, of eigenlijk beter gezegd met ondernemerschap. Aan tafel zit Jack Stuifbergen. Hij is commercieel directeur en bestuurder van familiebedrijf Breedweer Facilitaire Diensten. Maar is ook deelnemer aan het project Circulair en Inclusief Ondernemen. En daarvoor kijken we nu eerst naar een filmpje. Circulair ondernemen en inclusief ondernemen. 2 grote duurzaamheidsthema's die elkaar ook goed zouden kunnen versterken. Maar hoe werkt dat in praktijk bij bedrijven? Wat zijn de kenmerken van organisaties die beide al goed doen? Dit zijn vragen die wij onszelf gesteld hebben en vervolgens ook aan bedrijven gesteld hebben die deel hebben genomen aan ons onderzoek. Wat we tot nu toe hebben gezien is dat bedrijven die succesvol zijn, die hebben doel, middelen en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd. Het verschil als het gaat om hoe er over gesproken wordt. Bij inclusief ondernemen gaat het veel meer over kansen bieden, over ontwikkelingspotentieel en over mogelijkheden van medewerkers. Terwijl het bij circulair ondernemen vaker wordt gesproken over businesskansen en over technische uitdagingen. En wat echt een belangrijke overeenkomst is, is ook de waardegedrevenheid van de ondernemers, van de mensen die betrokken zijn om hiermee aan de slag te gaan. Met de uitkomsten van dit project willen we praktische handvatten geven aan bedrijven die dit zelf ook willen gaan doen, gericht op ondernemers. En we willen een analyse doen en inzichten geven daarmee van de kenmerken van bedrijven die al succesvol zijn met circulair en inclusief ondernemen. Als circulaire ondernemers en inclusieve ondernemers meer met elkaar gaan delen en ook van elkaar leren, zodat beide onderwerpen een versnelling kunnen maken, is de impact van dit project fantastisch. Ja, Jack, welkom. Dankjewel. Jij bent al 23 jaar actief bij Breedweer. Je zei tegen mij, van glazenwasser tot bestuurder. En je zei ook tegen mij, ja, dat is met 2 zwemdiploma's en 1 schooldiploma mij goed gelukt.
Bijzonder is dat Breed weer vanaf 2015 een sociale onderneming is. Jullie gaan verbinden aan de SDG's. Eerst vooral op inclusief gericht, op inclusiviteit gericht en later ook op het circulaire aspect. Maar even terug naar dat je leven lang ontwikkelen. Wat voor associaties had jij daarmee? In 1997 wist ik al heel erg goed wat ik wilde gaan doen. En dat was dat ondernemen. En ik dacht, joh, ik heb 2 zwemdiploma's en het voortgezet onderwijs afgemaakt. Ik zei tegen mijn moeder van, joh, zonde van jouw tijd, of zonde van jouw geld en zonde van mijn tijd om nog verder door te leren. Want ik denk dat ik het kan leren in de praktijk. En dat is voor mij het leven lang leren. Constant leren, van ook van je fouten die je maakt. En ik heb er gelukkig heel veel gemaakt, waar ik ook dus veel van geleerd heb. En zo ben ik dus van simpele schoonmaker, zeg maar, nu naar bestuurder gegaan. Ja. En dat is best wel een mooi pad geweest. En meer in de context van je ondernemerschap, hè, vanuit het bedrijf Breedweer. Hoe ervaar jij de oplossing of de ontwikkelruimte die het project Circulair en Inclusief Ondernemen jou geboden heeft? De ontwikkelruimte, het heeft mij geleerd dat wij eigenlijk op de goede weg waren. Want wij combineerden circulair businessmodellen met inclusiviteit. Voor ons is het het primaire doel om zoveel mogelijk mensen duurzaam richting arbeid te brengen. Waarin ze uiteindelijk zelfstandig in staat zijn in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor zagen wij dat wij binnen de schoonmaak handelingen konden uitvoeren die ook betrekking hebben op circulariteit. Bijvoorbeeld het ophalen van koffieprut waar wij handzeep van maken. Dat zijn arbeidsintensieve handelingen waardoor we dus mensen sneller richting arbeid konden brengen. Het project heeft mij laten inzien dat die combinatie ijzersterk is. En dat zag ik ook bij de andere ondernemers die erover na gingen denken. En dat heeft mij een bevestiging opgeleverd. Ja, en over die andere ondernemers gesproken. Hè? Jullie zaten gezamenlijk met een aantal ondernemers, maar ook leidinggevenden die in loondienst volgens mij waren, in dat project. Kun je iets zeggen over wat die anderen hebben betekend in dat project voor jouw ontwikkeling en de ontdekkingen in wat je misschien nog niet wist of niet... Nou, het heeft mij wel doen inzien dat het een struggle is. En dat het voor mij dan heel erg voor de hand ligt om circulair en sociaal maatschappelijk te ondernemen. Om die combinatie te maken. Ja. En ik zag bij de ondernemers dat die heel erg bezig waren met van ja, als ik dan circulaire businessmodellen ontwikkel, is daar dan wel vraag naar? En dat is ook wel eigenlijk wel de bottleneck, want daar lopen wij uiteindelijk ook tegenaan. En ook dat was een bevestiging. En ook daarin zijn we in dialoog gegaan van, joh, hoe kunnen we dan die vraag veranderen? En hoe kunnen we er dan voor zorgen dat die vraag gesteld wordt, zodat het businessmodel ook kan renderen? Ja, dus als ik het vrij vertaal, je zou kunnen zeggen, met elkaar daarin kijken, in alle struggles die je had, motiveerde eigenlijk alleen maar meer om wel verder op dat pad te gaan als ondernemers. Ja. Hey, en hoe ervaar jij het traject? Hoe heb je het traject tot nu toe ervaren? Waar heb je echt wat aan gehad voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling? Wat ik zag is dat het begin heel erg theoretisch was en over systemen, et cetera. Vervolgens gingen wij heel erg in dialoog en daar heb ik zeker wel wat aan gehad van hoe kijkt dan de gemiddelde ondernemer tegen circulariteit aan. Ik zit met mijn organisatie vaak in een bubbel. Waarin je met gelijkgestemden aan het schakelen bent. En dan is het fijn om ondernemers te ontmoeten die er nog niet zo mee bezig zijn. En dan, dat heeft mij doen inzien van, ja, weet je, dat is er ook. En daar kunnen we gebruik van maken. Van hoe die ondernemers op die manier naar kijken. Ja. Hey, en je vertelde me ook eerder al, ja, ik heb eigenlijk zelf ook ontdekt waar mijn talent niet ligt. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, goed, wat ik al eerder zei, ontwikkelen is ook fouten maken. En wij hebben in 2018, kwam ik erachter, wij zijn extreem snel gegroeid. Een kleine 6000% ten opzichte van 2015. En dat betekent dat je begint als schoonmaker en vervolgens leidinggevende bent van schoonmaker. En dan leidinggevende van leidinggevende. En voordat je het weet, ben je bestuurder. En in die weg kwam ik erachter dat ik alles behalve een goede manager was. Ik vind dat een ondernemer een waardeloze manager is. Anders is hij niet aan het ondernemen. En dat heb ik gezien. Maar dat is wel door vallen heb ik dat kunnen herkennen. Ja. En zo hebben we ervoor gekozen om een algemeen directeur aan te stellen. Oké, vallen en weer opstaan dus. En weer opstaan. Heel goed. Hey, en
Als je nu kijkt wat je van zo'n project meekrijgt en van je eigen ontwikkeling, die dus eindeloos is als ik jou zo hoor. Hoe inspireer jij nu anderen, misschien wel in de werkomgeving van Breedweer, al die mensen die met en voor jullie werken, om ook zich te plaatsen in zo'n permanent ontwikkelperspectief? Onze medewerkers komen vanuit een kwetsbare groep of kwetsbare situatie. En wat wij hun meegeven is dat wij een doel hebben om hun gelukkig te laten zijn. Dat is eigenlijk het hoofddoel. We pakken de mensen op met laaggeletterdheid. Dat is een groot probleem binnen de schoonmaakbranche. Maar ook Nederlandse taal en vervolgens naar mbo niveau 1. En we proberen ze te enthousiasmeren om naar mbo niveau 2 te gaan. En wat ik zie is dat de mensen daarin ontzettend gelukkig worden. En ons nog meer gaan inzetten voor ons doel om zoveel mogelijk impact te maken op die 8 SDG's die we omarmd hebben. Mooi. Nou, dankjewel Jack voor nu. Ik kom later wellicht nog bij je terug, misschien met vragen vanuit het publiek. Maar voor nu gaan we over naar het tweede perspectief op de praktijk. En dat is dat van de arbeidsmarkt. Hoe een leven lang je ontwikkelen nou eigenlijk in de context van werk naar werk helpt. En aan tafel bij mij zit Sam Spits. Hi Sam, jij werkte eerder in toerisme, maar nu heb je een baan als praktijkbegeleider en docent van het ROC in Amsterdam. Ja. En jij nam deel aan het project Skilling Consortium van de Buitenboordmotor. En daarvan gaan we eerst even naar een filmpje kijken. Bij de Buitenboordmotor bouwen we een loopbrug van werk naar werk. Dat zijn mensen die willen overstappen naar werk in een nieuwe sector, waar ze hard nodig zijn. Bij de Buitenboordmotor hebben we nu 4 groepen die de loopbrug aan het testen zijn. Dat noemen we proeftuinen. En het belangrijkste resultaat daarvan is dat mensen daadwerkelijk met een verkort opleidingstraject op basis van hun competenties worden aangenomen in een nieuwe baan. En dat is een grote doorbraak. Ons beoogde grotere resultaat is dat Nederland daardoor barrièrevrij wordt als je kijkt naar intersectorale overstappen. Dus dat je, als je geen werk meer krijgt in jouw eigen sector, dat je makkelijk kan overstappen naar een sector waar je nodig bent op basis van je competenties. En dat je daar duurzaam en gelukkig aan de slag kan gaan. Ja, Sam, om maar met de deur in huis te vallen. Jij verloor vorig jaar je baan in het toerisme dankzij corona. Ja. Niet leuk. Niet leuk. Maar nee. De buitenboordmotor kwam op je pad. Kun je mij vertellen hoe dat gegaan is en vooral waarom je daarin bent gestapt? Ja, zeker. Nou, zoals je zegt, ik moest eerst helaas mijn baan door verliezen. Anders was het er niet van gekomen. Het hing al een tijdje in de lucht vanwege de coronaperiode. Ik kom uit de reisbranche, had het allemaal niet makkelijk. Ja, en eigenlijk door een samenloop van toevalligheden, om het zo maar te noemen, ben ik in contact gekomen met de buitenboordmotor. En die vroeg aan mij van, hey Sam, zie jij het niet zitten om deel te nemen aan een omscholingstraject, aangezien je nu ineens zonder werk zit? Dat vond ik lastig. Het riep wel wat weerstand op, moet ik zeggen. Want ineens wil je gaan kijken naar een andere sector, waar je misschien niet heel veel bij dacht te voelen. En zo is het eigenlijk gegaan. Maar ik heb toch besloten eraan mee te doen. Een beetje het motto van, ik heb niks te verliezen. Dus op die manier ben ik toch aan boord gegaan daar. En je zegt, ik had niks te verliezen. Was er ook iets van nieuwsgierigheid of zat je erin van, ik ga het wel kijken wat eruit komt? Er zat zeker nieuwsgierigheid bij. Mijn eerste reactie was inderdaad van, dat is niks voor mij. Ja. Dan moet ik kijken naar andere sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Daar heb ik geen kaas van gegeten, dacht ik. Dan ga je denken en kom je toch iets dichter bij jezelf en zie je misschien toch een toekomst daarin. Maar ook heel veel vraagtekens. Ja. Maar zeker ook nieuwsgierigheid. Ja. Ja, nou, zo direct even over wat je in dat traject van de buitenboordmotor meegemaakt hebt, hè, en welke inzichten je daarin hebt gekregen. Maar kun je zo even uitzoomend erop vanuit het thema een leven lang ontwikkelen iets zeggen over wat het jou nou gebracht heeft? Ja. Wat heb je ontdekt? Wat je weer meeneemt, ook weer naar de toekomst van je werk. Het is voor mij een totaal andere wereld geworden ineens, moet ik zeggen. Ik kom wel vanuit de reisbranche en had zeker mijn ambities daar. Toch ook wel een beetje een carrièrepad voor mezelf bedacht. Mm-hmm. Daar komt het helaas op dit moment niet van. Maar dan kom je ineens in een hele andere wereld terecht, waar je misschien wel beter op je plek bent. En dat had je me een jaar geleden niet hoeven te vertellen, want dan had ik het waarschijnlijk
gezegd dat je geen gelijk had. Ja, ja. Maar wat is dan wat je gezien hebt? Of welk inzicht heb je dan gekregen over jezelf, waardoor je nu zegt, hé, ik kan wel in die andere sector eigenlijk prima verder met mijn werkend leven? Kijk, je bent zo gespitst op bepaalde werkzaamheden van wat je gewend bent, dat je eigenlijk een soort van tunnelvisie hebt misschien wel. En dat is niet erg als je het naar je zin hebt op je baan. Nee. Maar het is heel goed als je die weet verbreden eigenlijk, op het moment dat je ergens anders naar op zoek bent. Ja, toen ben ik wel tegengekomen dat ik ook bepaalde talenten en kwaliteiten had die toch best wel inzetbaar zijn in een hele andere sector. Ja. En vooralsnog gaat dat eigenlijk best wel goed in het onderwijs. Ja. Ik las ergens, volgens mij schreef je het op LinkedIn, dat je zei, ik heb een veel beter beeld gekregen dankzij de buitenboordmotor van mijn vaardigheden en ook mijn motivatie, dus waar je me voor wakker kunt maken. En schreef je volgens mij, completer uit deze periode gekomen. Ja. Wat is ja, dat? Daar sta ik helemaal achter. Nou, het is heel verfrissend geweest eigenlijk dat er in plaats van naar een cv, naar je talenten en je willen en je kunnen wordt gekeken. Ja. Er is mij gedurende dat traject eigenlijk een hele grote spiegel voorgehouden, waar ik heel lang en diep naar gekeken heb in die paar maanden dat ik bij de buitenboordmotor zat. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik achter een aantal dingen gekomen wat ik helemaal niet van mezelf wist. In dat aspect ben ik dus ook wel veel completer uit terecht gekomen. Dat draag je nu eigenlijk mee. Ja. En wat voor rol speelde in dat traject van de buitenboordmotor nou de andere deelnemers? Heb je daar veel mee gesproken? Of hebben die jouw dingen aangereikt die je anders ook niet had gehoord? Nou, een hele grote rol. Ik denk dat ik het in mijn eentje had er misschien wel wat anders uitgekomen. Maar we waren een groep met 15 à 20 personen in totaal. Ja, en dat hielp. Je hielp elkaar. Het gaf nieuwe inzichten, andere perspectieven. De een ging wat sneller door het traject heen dan de ander. En dan krijg je eigenlijk ook wat hulp van elkaar. Of zie je waar je een ander weer kan helpen. Dus dat is echt een wisselwerking. En dat is heel erg fijn geweest. Want het is niet makkelijk. En dat mag ook niet onderschat worden. Je neemt toch afscheid van iets waar je dacht de rest van je leven misschien wel wat mee te gaan doen. Ja, en dan ineens sta je er heel anders voor. Maar dan zie je wel dat je niet alleen voor staat. En dat is heel fijn geweest. Dat is ook niet niks. En nu ben je in het onderwijs aan de slag. Nou, begeleid jij de leiders van de toekomst. Hè? De jonge mensen die straks in jouw schoenen staan en die van jullie ook. Kun je tot slot nog iets zeggen over hoe jij hen nu kunt inspireren om hun leven lang zich te blijven ontwikkelen? Ja, zeker. Nou, ik ben heel blij dat ik heel veel ervaring kan meenemen vanuit de reisbranche. Hè. Ik zit nu ook in toerisme. Ja. Dus het is fijn dat ik ook in dat opzicht best wel dicht bij mezelf ben gebleven. Maar mijn ervaringen, ook op redelijk jonge leeftijd misschien, dat het heel anders kan lopen dan je wenst. Ja. Die wil ik ook wel graag meegeven aan die leerlingen. Op die manier met ze kunnen levelen. Mooi. Ja, dat heeft me zeker nu geholpen. Nou, mooi. Ja. Nou, daar wens ik je veel wijsheid en goeds bij. En ook inspiratie voor met die jonge mensen aan de slag te zijn. Dat brengt me bij het derde perspectief op de praktijk van een leven lang ontwikkelen. En dat gaat prachtig over naar de leerlingen die ook onze volgende gasten begeleidt. Zij werkt in het onderwijs, Jacobien van Willigen van Beinum. Jij bent economiedocent en ook onderwijsdirecteur bij de Jacobus Fruitier Scholengemeenschap. Je bent betrokken geweest bij een project van de Stichting Innovatie Economie Onderwijs, die een nieuwe lesmethode voor het voortgezet onderwijs op de markt heeft gebracht. Dat is de methode Mens en Economie. Daarvoor kijken we eerst weer even naar een filmpje. Ons project wil bijdragen aan nieuw economisch denken. Denken dat past bij een menswaardige economie. En dat doen we daar waar de basis wordt gelegd voor een leven lang ontwikkelen. Namelijk bij jongeren die het vak economie krijgen in het funderend onderwijs. We hebben een groep enthousiaste leraren verzameld die werken aan nieuw lesmateriaal. En veel van dat materiaal ligt er al. In de eerste plaats 3 katernen die scholen naast hun huidige lesmethode kunnen gebruiken. En daarnaast hebben we ook een volwaardige VWO-lesmethode ontwikkeld onder de naam Mens en Economie. We hopen te bereiken dat jongeren begrijpen dat economie niet alleen over eigen belang en geld gaat, maar ook over samenwerken en vertrouwen. Dat is namelijk essentieel voor een menswaardige economie. We zijn ontzettend trots op de groep enthousiaste leraren die het lesmateriaal ontwerpen en op de scholen die het materiaal nu al aan het uittesten zijn. En dat zonder dat het ten koste gaat van eindexamenresultaten. Ja, Jacobien, welkom. Jij werkt al 25 jaar op die school, hè?
begonnen als economiedocent en ook jij in ontwikkeling, uiteindelijk onderwijsdirecteur passend onderwijs geworden. Ja. En je zei tegen mij, je geeft trouwens ook nog les, hè, aan één klas, eindexamenklas economie. Ja. Je zei tegen mij, het kan toch niet zo zijn dat het vak economie er nu uit blijft zien zoals ik dat ooit heb geleerd. Was dat voor jou een trigger om in het project van Dans Bovenberg te gaan participeren? Ja, ik zal niet zeggen dat het economie dat ik zelf had, dat dat nog exact is zoals het nu gegeven wordt, zeg maar, of zoals wij nu geven. Je ziet, nou ja, ik denk wel dat het een trigger was die ik ook eerder heb gehad om toch elke keer met projecten waarbij het gaat over, nou, hoe kunnen we ons vak verbeteren? Hoe kunnen we ons vak mooier maken, maar ook relevanter? Hè, voor leerlingen en voor, ja, voor het opleiden, zeg maar, even van mensen van de toekomst. Ja. En dus dat was voor mij wel een trigger. Ja. En ook wel misschien iets van, nou, ik vind het zelf ook leuk om weer eens opnieuw naar mijn vak te gaan kijken. Van, nou ja, hey, nieuwe inzichten. En die zitten er zeker in als ik kijk naar waar we nu mee bezig zijn. Ja. Ja. Dus je was eigenlijk bezig met in je vak voor de leerlingen vernieuwing tot stand te brengen of daaraan bij te dragen, maar eigenlijk voor jezelf op zoek naar ontwikkeling. Een typisch voorbeeld van een leven lang ontwikkelen, zou ik zeggen. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het onderwijs wel belangrijk is. Dat wij in het onderwijs blijven nadenken, ook over onze eigen ontwikkeling. Ja. Want uiteindelijk zijn we bezig met het vormen van jonge mensen. Ja. En mooier kun je niet hebben, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel belangrijk dat we eerst, denk ik, zelf steeds ons motiveren om te ontwikkelen. Ja. En wat kom je daarin tegen? Je kan dat inmiddels met ervaring zeggen. Hoe is het voor docenten, juist voor docenten, om zich daarin continu te blijven plaatsen in die vernieuwing? Niet makkelijk, denk ik. Ik denk, ik zou bijna zeggen, corona heeft ons eigenlijk laten zien dat we dus in hele korte tijd heel veel kunnen leren. Mm. En dat is, door een crisis zie je wel soms dat dat in het onderwijs enorm geïnitieerd is. Hè. We zijn eigenlijk van volledig fysiek lesgeven naar eigenlijk volledig online lesgeven. Met ook denk ik hele mooie leerontwikkelingen erin. Tegelijkertijd denk ik ook dat de categorie docenten, zeg maar, ook echt dat wel lastig vindt om af te stappen van hun bestaande methode, bestaande dingen die ze doen. Dus je hebt ook een stukje intrinsieke motivatie nodig, denk ik, om, om te willen ontwikkelen en ook dat ook mee te geven weer aan kinderen. Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk dat dat ontwikkelen en vernieuwen vraagt om ook uit je routines te stappen en echt intrinsiek gemotiveerd zijn om in dat nieuwe onbekende te gaan. Hè? Ja, dat is wel heel eng. Ja. Ja. Nou, heb jij dat eerder gedaan? En, je vertelde dat je ook al eerder in zo'n grote verandering in het economieonderwijs hebt geparticipeerd. Kun je iets zeggen over wat je toen hebt geleerd waar je nu nog steeds op kunt teren? Ja, ik ben betrokken geweest bij de innovatietool van de commissie Tuilings, die toen het hele nieuwe economie, zeg maar, op ging schudden met echt een hele andere inhoud. Ook een deels inhoudelijk veranderde het ook en ook wel didactisch. Toen ben ik betrokken als docent vanuit een pilot. Dus we gingen als pilot, zeg maar, eigenlijk het plan, zeg maar, kijken of daar onderwijs van gemaakt kon worden, of we daar economie van konden maken voor leerlingen. Dus dat betekent dat we eigenlijk op vrijdag nog niet die methode hadden die we maandag moesten gebruiken. Nou, ik moet je zeggen, dat vond ik in het begin echt heel lastig. Ik denk, oh, hoe ga ik dat mijn leerlingen aandoen? Wat mooie is, je gaat het samen met leerlingen doen. Dus we hadden zoiets, dat was ons gezamenlijke project om te kijken van, hey, werkt dit? Dus het werd heel iets van, van leerlingen en mij samen. En ik heb ook geleerd dat je eigenlijk, het levert ook heel veel op. Want je gaat helemaal los van je bestaande boek, zeg maar, weer nadenken, ook aan wat wil ik dat ik leerlingen vertel? Ja. Wat wil ik dat ze leren? Ja. Dus dat was eigenlijk wel een ontzettend mooi experiment wat mijzelf heel veel geleerd heeft. En ook het mooie vond ik ook, en dat vond ik bij het CIO ook wel weer een winstpunt, dat we met docenten in het land ook weer gezamenlijk over onderwijs gingen nadenken. Ja, wat vinden wij nou eigenlijk belangrijk? En welke dingen doen wij en welke oefeningen doen we, welke methodes gebruiken we in de klas of die didactisch? En dan ging je met elkaar uitwisselen. Nou, reikt die methode mens en economie van CIO je daarin ook een nieuw gedachtegoed ook weer aan? Ook voor jou weer. Je hebt gebruik gemaakt volgens mij van een van de keuzekaternen, hè, die ontwikkeld is in de klas waar je nu les in geeft. Kun je iets zeggen over wat je daarin hebt zien gebeuren met die leerlingen? En misschien ook met jezelf? Ja, beide. Dat project had ik zelf al gehad, hè, bij het ontwikkelen. Dus toen ik het les ging geven, ging kijken van, werkt dit ook? En wat gebeurt er met leerlingen? Want dat wil je ook weten. Ik zag leerlingen, het was in coronatijd, dus het was niet de allermakkelijkste tijd. Althans, deels daarvan. Dus je moest ook een deel online doen. Ik zag wel bij leerlingen zoiets van, hey,
is dit ook economie? En dit gaat over mij. En dat is wel ook een, denk ik, een van de uitgangspunten. Maar dat is denk ik ook heel erg belangrijk, dat wij dat leerlingen laten ontdekken. Dus het is niet een theorie van ver weg, maar het gaat echt over jouw keuzes. Hoe werk je samen? En nou ja, uiteindelijk hoop je ook nog iets bij te dragen van hoe draag je bij straks in je latere leven. Ja. Hè? Dat is het zaadje wat je graag wil planten bij een leerling. Maar ik vind het mooi om te horen. Het doet me denken aan wat Peter Bakker in het begin zei. Dat uiteindelijk ook dat individuele besef van ik ben een bijdrage aan de wereld, zoals die ook nog mag worden en nog beter mag worden, dat dat een wezenlijk aspect is ook van eigenlijk het leiderschap wat je probeert aan te moedigen. Hè? En dat jezelf ontwikkelen, je getuigt er zelf van daarin essentieel is. Onze tijd zit er alweer bijna op. Dus ik wil toch nog even kijken of er vragen vanuit het publiek zijn. Zo nee, dan heb ik er eentje voor jullie allemaal. En dan wil ik je vragen, Sam, Jack en Jacobien, of je die zo kort en krachtig mogelijk zou kunnen beantwoorden. We zitten hier in het publiek met een aantal van onze projectpartners die allerlei projecten waar ook jullie in hebben gezeten. Ja, ontwikkelen, ontwerpen, verder brengen, daarin natuurlijk ook van alles tegenkomen. Maar als je nou van de inzichten die daaraan vooraf gaan naar de impact wilt bewegen die jullie ook in de praktijk ervaren en maken, wat zou je ons dan aanraden om op te letten als het gaat om hoe je met die projecten impact maakt? Wat zijn nou aandachtspunten of dingen waarvan jullie zeggen, geef daar aandacht aan, dat is belangrijk. Sam, mag ik met jou beginnen? Ja, zeker. Ja, jullie doen het eigenlijk al. Maar ik denk dat het heel waardevol is om in gesprek te blijven gaan met de deelnemers. Die komen toch ook zelf steeds tot nieuwe inzichten. En die inzichten die leiden misschien toch wel tot iets nieuws. Wat de slagingskans van de deelnemers, uiteindelijk het belangrijkste, misschien wel vergroot. Ja. Dus je zegt eigenlijk projectpartners, luister ook naar wat je deelnemers meemaken. Ja, en dat gebeurt heel goed. Goed zo, mooi. Ja. Dankjewel. Jack? Ja, ik sluit me daarbij aan. Dus luister zeker naar de deelnemers. Het traject waar wij in zijn gegaan vraagt nog om een vervolgstap. Ik denk dat het nodig is om de ondernemers mee te nemen in de waarde die gecreëerd kan worden op het gebied van circulariteit en sociaal-maatschappelijk of inclusiviteit. En die waarde die moet gezien worden. Dus het vraagt eigenlijk nog om een vervolgtraject. Oké, dat is een heldere oproep. Hou niet op met ontwikkelen en doorwerken. Jacobien, tot slot. Ik pak even voor onderwijs. Er gebeuren denk ik best wel veel mooie dingen, maar ik denk dat wij heel vaak van elkaar niet weten wat er gebeurt. Dus jullie zouden een soort platform kunnen werken om mooie ideeën en initiatieven ook met elkaar te verbinden. Kijk, dat is een heldere oproep. Dank je voor die suggestie ook. Ja. Daarmee rond ik af. Dank jullie wel voor dit gesprek. En ik geef het graag weer over aan mijn collega Marielle. Ja, dank je wel, Suzanne. En dan zijn we alweer aan het laatste onderdeel van deze jaarbijeenkomst aangekomen. Ik ga reflecteren en vooruitkijken met het bestuur van de Goldsmeding Foundation. En in dat kader heet ik welkom Aart-Jan de Geus, onze bestuursvoorzitter, en Janka Stoker, ook bestuurslid en in het bijzonder verantwoordelijk voor de wetenschappelijke standaard. Janka, om met jou te beginnen als nieuw gezicht van de foundation. Je bent 1 april begonnen. Wat heeft jou ertoe bewogen om in je toch al zeer drukke bestaan deze rol toe te voegen? Ja, ik ben hoogleraar, dat is mijn fulltime functie. Hè? Maar ik doe er altijd 1 maatschappelijk iets naast. Ik heb me hiervoor bezig gehouden met het aardbevingsgebied in Groningen. Dat was ook een uitdagende klus. Maar die was eigenlijk afgelopen. En toen werd ik hiervoor benaderd. En dat is niet alleen natuurlijk super eervol, maar ook heel erg mooi. Waarom? Omdat het inhoudelijk gaat over een onderwerp waar ik me eigenlijk als organisatiepsycholoog al heel lang mee bezig hou. Hè? Eigenlijk sinds mijn studie over mens, werk en economie. Maar ook omdat juist in deze foundation wetenschap en praktijk samenkomen. En ik het dus echt heel bijzonder vind om, zeg maar, vanuit mijn wetenschappelijke inzichten het juist ook te kunnen toepassen in wat dat in de praktijk betekent op deze onderwerpen. Dus ja, het was een supermooie vraag en ik ben heel blij dat ik dit mag gaan doen de komende jaren. Ja, ja, precies. Ik ben even benieuwd, als je kijkt naar het doel wat de foundation voor ogen heeft en jouw rol in het bestuur. Wat denk je dat jouw grootste uitdaging is en daarmee ook je focus voor het komende jaar? Nou, kijk, die wetenschappelijke standaard, dat klinkt natuurlijk heel erg zwaar. Uiteindelijk gaat het om projecten die werken. En dat betekent ook dat we er niet op uit zijn, en Aart zal dat beamen, om de meest fantastische wetenschappelijke projecten te doen. Het moet wetenschappelijk goed zijn en het moet ook
juist bij een aantal projecten die misschien wat meer wetenschappelijk van aard zijn, hoop je ook echt dat dat wetenschappelijke inzichten oplevert. Maar het gaat mij juist ook wel om die kruisbestuiving tussen enerzijds zeg maar bijna goede ontwerpen voor studies bijvoorbeeld, hè, of goede ontwerpen voor projecten, zodat je zeker weet, oké, we hebben nu ook op orde dat we kunnen gaan onderzoeken of het werkt. En dan daarna ook met die uitkomsten echt impact hebben. En dat is natuurlijk wat zo'n foundation veel beter kan doen dan bijvoorbeeld als je kijkt naar een universiteit of zo. Ja, precies. Ja, want impact maken, meetbaar maken, ja, dat is uiteindelijk heel belangrijk. Ja. Maar ook nog best wel een grote uitdaging. Aart, ga ik graag over naar jou. We zijn inmiddels bijna een jaar verder ten opzichte van de vorige jaarbijeenkomst. En de foundation heeft samen met haar partners niet stilgezeten. Wat zijn de zaken die jij zou willen belichten, echt de stappen die de foundation samen met haar partners heeft gezet in dat afgelopen bijna jaar? Nou, ik wil best graag een paar voorbeelden noemen. We hebben dus dat Deltaplan belastingen mogelijk gemaakt, waar met Hans Veilbrief dat gesprek over ging. En dat vindt nu breed ingang bij beleidsmakers. Ik hoop dat dat ook in beleid vertaald wordt. Een ander beleidsproject was het platform Toekomst van de Arbeid. Daar zat onder andere echt een doorgerekend model in hoe je iedereen een levenslang ontwikkelbudget zou kunnen meegeven en wat dat oplevert. Dus ook dat hopen we terug te zien, ook in beleid. Maar we zijn ook heel concreet bezig geweest om te kijken hoe kan je nou in kaart brengen wat de kennis en vaardigheden zijn die nodig zijn in een circulaire economie. Want dat is een ander soort werk, dat hoor je ook al uit de projecten. En we hebben bijvoorbeeld ook een nieuwe leerstoel leiderschapsethiek gemaakt. En dan ben je ook weer een beetje bij dat punt wat Peter Bakker noemde, die mindshift. Dus we hebben echt een aantal piketpalen geslagen. Er zijn heel veel mensen via onze projecten aan de slag gekomen, anders gaan denken. Dit zijn een paar voorbeelden. Ja, precies. En wat Peter Bakker ook al aangaf, die grote verandering begint uiteindelijk ook met kleine stappen nu. Of best wel grote stappen eigenlijk die er zijn gezet. Dus de voortgang zit er zeker in. En de bijeenkomst van vandaag hebben we opgezet ook om, hoewel de mensen thuis zijn en we elkaar hier niet persoonlijk kunnen ontmoeten, wat we natuurlijk graag hadden gewild, om hen te inspireren op dat thema, hè, van inzicht naar impact. Jullie hebben natuurlijk achter de coulissen ook meegekeken met deze jaarbijeenkomst. Aart, wat neem jij in het bijzonder mee uit de gesprekken die je vandaag hebt meegekregen? Ja, wat ik eigenlijk zo leuk vind is dat wij zitten, als Goldsmithing Foundation zitten we aan de kant dat wij die projecten mogelijk maken. Dan zitten de projectpartners, die zitten nu voor een deel te kijken. Dat hadden we in onze vorige jaarbijeenkomst. En dan zijn er natuurlijk mensen die profiteren van die projecten of die met die projecten werken en daar echt iets mee doen. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te zien hoe dat dus in de praktijk uitwerkt. Of je dan bij beleidsmakers terechtkomt of bij bestuurders of bij ondernemers of bij docenten. En wat ik meeneem is dat wij eigenlijk goed dat lange termijn perspectief in de gaten moeten houden, maar toch ook dat moeten vertalen in hele concrete stappen. Echt in hele concrete stappen. Spreek maar af, wat ga je volgend jaar doen? Laat het zien, laat het zien. Ja, precies. En Janka, hoe is dat voor jou? Voor jou de eerste jaarbijeenkomst dit jaar. Hoe kijk je op vandaag terug? En wat zijn de inzichten die jij meeneemt? En misschien ook wel morgen in jouw werkzaamheden voor de foundation verwerkt? En wat voor mij supermooi is, ik heb natuurlijk alleen maar projecten op papier gezien. En nu is het natuurlijk op beeld. Maar je ziet nu wel echt wat de projecten zijn. Dus ik vind dat super inspirerend. En wat ik van vandaag heel mooi vind, is dat het inderdaad dus concreet wordt. Hè? Dus wat je ziet is dat de foundation doet allerlei soorten projecten. En ook van meer, je zou kunnen zeggen, meer abstract of breed naar uiteindelijk heel concreet mensen aan het werk. En wat je vandaag mooi ziet, vind ik dat uit al die projecten ook voorbeelden komen. En dat je bij al die projecten een beetje denkt, oh wauw, dat we dit ook doen. Dus ik vind het zien van de projecten en het horen van projectmedewerkers en dan ook aan tafel weer mensen die daarmee te maken hebben gekregen in hun werk. Ja, dat is volgens mij wel iets wat je bij spreken elke maand zou willen zien, ja. Ja, precies. Het liefst zouden we elkaar vaker ontmoeten. Ja. Ik zit even te kijken of ik hier de iPad heb. Die is hier volgens mij nog niet aangeland, want anders had ik jullie graag een vraag uit het publiek gesteld. Dan stel ik gewoon even een vraag die ik sowieso hier al op mijn lijstje had staan. Hè? Want we willen graag als Goldsmithing Foundation, als netwerk eigenlijk. Want
alleen de Goldsmeding Foundation bestaat niet. Uiteindelijk met z'n allen maken we de foundation en maken we die stappen en zetten we die stappen vooruit. Waar zie jij, Janka, dat er vooral kansen voor ons liggen? En wat is daarmee eigenlijk ook jouw oproep aan de mensen thuis? Nou, wat ik mooi vind van vandaag, we hebben natuurlijk 3 programma's en tegelijkertijd zie je vandaag dat er een aantal thema's zijn die dus ook weer over die programma's heen gaan. Hè? Dus dat systeemverandering, een leven lang ontwikkelen, dat zijn eigenlijk dingen die in al die programma's terugkomen. En wat volgens mij mooi is van vandaag is dat je ziet dat dat soort bijna grotere thema's dus overal spelen. En volgens mij wat belangrijk is, en dat zie je dus ook vandaag weer, dat mensen uit verschillende programma's of verschillende projecten eigenlijk voor een deel ook met dezelfde vragen bezig zijn. Dus dat je ook hoopt eigenlijk dat door dit soort middagen mensen ook makkelijker elkaar kunnen opzoeken en misschien van elkaar nog kunnen leren en bijna ook elkaar weer kunnen versterken. Ook al zit je in een verschillend project. Dus ik hoop eigenlijk wel dat dit soort bijeenkomsten ook ertoe leiden dat mensen elkaar meer gaan opzoeken. Precies, want dat is uiteindelijk, hè? Via ons worden ze onderdeel van de foundation. Ja. Maar het is ook mooi als ze onderling elkaar gaan opzoeken. Ja, dat zouden we zeker willen stimuleren. Aart, dan zijn we eigenlijk alweer aan de laatste vraag toegekomen die ik bij jou wil neerleggen. En eigenlijk is dat een soortgelijke vraag als Janka. Als je naar vandaag kijkt, als je kijkt naar de stappen die we de afgelopen 6 jaar, hè, dit is het 6e jaar dat we bestaan hebben gezet, en toch ook met de blik vooruit. Wat zou jij graag aan onze partners thuis en alle relaties die betrokken zijn bij de foundation willen meegeven? Ja, ik zou allereerst willen meegeven, kijk goed naar wat er al gedaan is. Dat hoef je niet nog een keer te doen, daar kan je gewoon van leren. Daar kan je op voortbouwen. En zo hebben we dit jaar alweer bijvoorbeeld een project gestart dat gaat over reparatiebanen. Dus er komen banen in de circulaire economie of in een toekomsteconomie. Nou, wat zijn die reparatiebanen? Dus zo kun je het ene project op het andere, als het ware, zetten, kun je dat enten. Maar we hebben gehoord over een economieonderwijs in het VWO. We zijn ook weer een project gestart over economieonderwijs in het HBO. En zo kom je dus steeds verder. We hebben het gehad over een jongen die aan de slag kwam vanuit een werkloosheidssituatie. Maar kijk eens naar die 200.000 mensen die arbeidsgehandicapt zijn en die eigenlijk best wel zouden willen en kunnen werken. Daar hebben we ook een project voor gestart. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk dat we steeds voortbouwen. En ik zou tegen mensen die in onze projecten, die onze partners zijn dus, willen zeggen, laat het zien dat het werkt. Laat het zien. Heel veel is toch nog te veel van, oh, wat leuk dat we dit doen. Ha, klaar. Het moet uitgerold worden. En daarbij vergis je ook niet dat je op de lange termijn best veel met elkaar kan bereiken. Als ik tegen je zou zeggen van, nou, we gaan een wandeling maken naar Parijs, dan zeg je, hallo, duurt jaren. Hè? 10 kilometer lopen is al een heel eind en dan ben je nog niet eens bij Utrecht. Maar Parijs is 500 kilometer, in 50 dagen ben je bij Parijs. Oh, dus niet jaren, dus binnen 2 maanden. Ja, nou, weet je, kijk, als je het dus in stukken knipt en als je concrete resultaten afspreekt, wat wil ik dan bereiken? Maar je moet wel oppassen dat je ondertussen op koers blijft. Want als je richting Keulen loopt, kom je ergens anders uit. Dus het hele idee van laten resultaten zien, meet je successen, zodat je ook daarmee anderen kan inspireren. Dus niks zo inspirerend uiteindelijk bij dit soort projecten als succes. Dus ik zou zeggen, we zijn allemaal change agents. En ieder op zijn plek. Laat het zien, deel het met elkaar. Zoek ook de hongerige toepassers. Er zijn zoveel mensen die deze kant op willen denken, maar die niet weten hoe. Zoek de hongerige toepassers. Zoek de verbinding met elkaar. En ja, we are with you. Ja, precies. Mooi. Dankjewel, Aart. En dankjewel ook Janka. En dank jullie wel thuis. Hartstikke fijn dat u er vanmiddag weer bij was. We zijn aan het einde gekomen van deze jaarbijeenkomst. En we hopen van harte dat we u hebben kunnen inspireren op dat mooie thema van inzicht naar impact. En duidelijk mogen zijn dat als we samenwerken, dat we absoluut iedere keer weer die stappen naar die betere wereld kunnen zetten. En while we speak, al aan het zetten zijn. We hopen natuurlijk van harte dat we u volgend jaar wel weer fysiek kunnen ontmoeten. Nou, als we de corona-omstandigheden nu zien, dan moet dat absoluut gaan lukken. Dus zet alvast de datum voor volgend jaar in uw agenda. Dinsdag 14 juni 2022 hopen we u van harte te ontmoeten. En wellicht daarvoor al tijdens een andere gelegenheid. Namens het team en het bestuur van de Goldsmeding Foundation wil ik u heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid en een hele fijne avond toewensen.